staan hier in Wijngaarden bij het gascompressiestation. Dat is noodzakelijk. We moesten de gasunie bouwen daar omdat ze veel gas exporteren naar België en omdat de druk opgevoerd moet worden. De mensen in Noordloos die kennen ons bedrijf natuurlijk allemaal wel, maar die zien nooit de veelzijdigheid en wat we allemaal voor werken maken. Omdat je nou hier bij ons in de buurt en dicht bij huis het zeker nooit maakt. Nou, dit is nou even echt het typische werk en wel het werk. Heel erg veelzijdig. Je ziet we staan hier op een stalen brug met roestvrijstralen leuning. We hebben hier omheen een prachtig natuurgebied. We hebben bomen aangeplant. We hebben het plasdrasgebied aangelegd. We komen hier net aan. En dan zien we watersnippers, schollexters, nijlganzen, zwanen met jongens. Overal de visjes in het plasdrasgebied. Ja, dat is echt een prachtig gebied wat we hier aangelegd hebben. Net verteld dat we door heel Nederland werken, maar het is wel fijn dat we ook al eens een keer een thuiswedstrijd hebben. Zodra de feestweek voorbij is, gaan we Noordloos op zijn kop zetten. We staan hier op de Noordzijde, met de achtergrond de Kerkstraat. Ja, we gaan het helemaal een facelift geven. Heel veel overlast gaan we iedereen bezorgen. Zeker tot aan de kerst, maar we hopen met de kerstborrel een mooi en glad, strak nieuw Noordloos. Als aannemersbedrijf Allard wensen we jullie in ieder geval een hele fijne feestweek. En denk erom, als je een glaasje op hebt, voorzichtig naar huis rijden.